ik mis in de politiek nog steeds dat onjoerd dat daar visie op het ontwikkelen van een idee over wat mat wij met het platteland. En dat is net alleen nog in Friesland. Alleen nog in Friesland is het heel duidelijk te zien, omdat Friesland ik nog een beetje in het isolement zit van dat taal en dat eigenen en het wie een hele rieke agrarische cultuur. En wat ik nou om je heen zorg is eigenlijk dat het aan alle kanten en aan iets zakt. Oorlog is hetzelfde gebeuren dat het stil wordt op het platteland. Typisch voor Friesland is het vlakke weidelandschap met een vooral in voorjaar en zomer zo overweldigend groene grasmat, schitterend gestoffeerd met een rijke bloemenflora, het zwartbonte vee en talloze boerenhoeven. Niemand die in de weideperiode een bezoek brengt aan Friesland kan ontkomen aan de indruk van rust, van oneindige rust die uitgaat van dit landschap. De bollen en haar kleuren, die binnen er net meer. De appelteelt kwam, de loonbouw werd grutter, de bevolking kromp. Maar er is hoop voor de dwarpen om Dokkum heen, de DOM, de dwarpsontwikkelingsmaatschappij. Maar jeelt van de DOM vlucht je dwarpen in de krimp. Gevels van huizen krijgen opknapbeurt, rottige kiezen extra aandacht. Leuke dingen werden betocht om toeristen te loeken. Zoals een waddentour bij toeristische plakjes Del. In de waddentour is dat teruglicht komen. Hè, van dit soort... Maar net alles van vroeger komt weer om. Hier in vier winkels, denk ik, en vier bakkers. Maar goed, dat is 50, 60 jaar en dat moet staan om een beetje uit te nemen. Hè. Mensen die dus makkelijker naar de supermarkt gaan, zeg hier dat. Ja, je moet je voorstellen, de maltboer zit hier, de bakkers zit hier. Ja, dat is een prutter. Er is nu nog één squallen, maar toen ik op squallen weer in de 50 jaar in de twee squallen en een bennesquallen dus, dat we 240 ben. Maar ik denk dat er nog eerst 100 meer op ben. Dus dat is in die 50 jaar elkaar geworden. Ja. Ja, dit is een heel mooi voorbeeld vanuit de subsidie van de DOM. Hier hebben ze gekozen voor het opknappen van het hoes. En dan net een gewone normale voeger in snijden, dus gewoon goed kijken. Hier is gekozen door de extra subsidie om een snijvoeger in te zetten. Nou, dan haast het hoes natuurlijk hartstikke mooi en authentiek. En het spreekt natuurlijk volle meer aan dan gewoon een ordinaire voeger in. Dus dit is een kers op de taart, werd trots het warm mooi haast. Nou, hier is vanuit de DOM mijn subsidie is de hele rij en kap weer opgeknapt. Dus die mensen ja, die zijn wel gestimuleerd van nou, dan mat er toch maar weer rijt op, want het is een behoorlijke investering. En dan is mijn DOM-subsidie, gaan we er een bijdrage aan dienen. Zodat er in deze mooie staat terugkomt en terug koel komen. Dus extra? Hè? Ja, het is gewoon een extra. Maar ik woon om het te stimuleren, want het maakt gewoon het jet binnen het dorp. De DOM is een initiatief van de provincie Friesland en de gemeente Dongerendiel. Doel is de leefbrus in de Lietse kernen een impuls te jaan. Maar een budget van 1 miljoen euro binnen plaatselijke dombesturen op gang hopen. Zij besluiten mooi mekaar hoe de besteging van het jeld. Vooral bedoeld voor het renoveren van gevels in de beschermde dorpsgezichten. De DOM betelt 40% van de kosten, maximaal 5000 euro. Het experiment rent om 2000 zontjen en is achtste succesvol. De budgetten binnen Noël haast op. De DOM jouwt ik lieningstien. Op dit stuit krijgt wat meer dan 1% rente. Nou, moet je je voorstellen dat dit een mooie cirkel heeft. We aangezien mooi in de zittenkern. Mooi besmouten. Prachtig. Dus er is nogal wat aan op te knappen en te verbeteren. Oh. Het plein, zoals je hem zien kent, het plein dat had nog geen aanzicht. Het is een keel koud plein en het had niks. En al, het is hier een racebaan van oude Raptorwei, wordt je terugrijden. Mensen komen hier zomaar bij, mensen hier en dan staan ze hier mooi te zien. En dan denk ik, ja, waar mogen we hier heen? Het is een keel plein, je wil wel even zitten en je wil wel even rijsten. Ik wil naar de kant, dan kom ik hoor. Oh, hij gaat door de kant dus. Ja. Rijsten hier even zitten, dat is net mogelijk.
We hebben nog steeds gewoon een liefst 15 jaar ben je met de gemeente bezig om hier een nieuw plein te krijgen. Het wordt altijd afwezen op het geld, want dan is er weer geen geld. En zou je weten, de gemeente Dongerendeel is ook hier. Daar heb ik een begrip voor. Maar het is nog zo vier, de nieuwe riolering erop te wij. En dan kunnen we het plein ook al aanpakken. Het plein wordt een knus, warm plein. Met bjemmen eromheen, wat laaien, dat de mensen hier in de smouten zitten kunnen. Er komen bankjes, zitjes komen er te zitten. Een gedeelte van het café kreeg er een terras dat ze daar ook voor zitten kunnen. Dat het café ook een mooie uitstraling kreeg, want het is nog een goede stiemwild. Het zit op het moment is het dicht en dan met Semmerij wordt het wel weer open en dat we bij we ook om daar ook een mijn hulp van financiering ook weer, om het café ook weer een bloeiende iepening te krijgen dat de mensen hier ook in het Semmerij hier ook zitten kunnen en dat ze hier ook een hap kunnen, een drankje krijgen kunnen. En dat het een gezellig pleintje wordt, ook voor de gemeenschap, ook lekker goed voor de dorp, ook dat de mensen hier ook weer komen kunnen. Want je zit hier, zodat je het nou ook veel kunnen, het is een koord en keel, geheel is het. Het gebouw waar we nu vast in, dat is delzet als een postkantoor. Het postkantoor had zijn functie verleend door het weromloeken van de Rijksoerhit. Daardoor had de Rabobank het pand gekocht en daar de functie in maken van een dependance, een heus kantoor, geld wisselen. Dat is nu net meer het geval. Na die tijd is het leeg komen te staan. De eigenaar die weet net wat zij met dat pand wil. Wij gaan wel van u de dwarpen een inventarisatie dienen wat de mogelijkheden wijzen kunnen van dit pand. En er zijn hele verrassende ideeën uitgekomen. Bijvoorbeeld een theehuske, een theetafel wat ik weer aansluit op het gebruik van het café. Zodat we ook de hele dag beschikbaar zijn voor de toerist of voor de passant. Dus al met al een mooie uitdaging van Metselwier om hier weer een nieuwe bestemming van te vinden. Jaar lien kwam de Zuid-Limburger Gunnar Daan naar het Vieren Friesland om de rondte te zieken. Hij was een roenom respecteerd architect. Vindt hij het renoveren van gevels in het dorpen en het opzetten van Lietse toeristische projecten een goed antwoord op een krimp? Groot onderhoud in het gebied is natuurlijk prachtig. En zeker de beschermde dorpsgezichten van Metselwier en Ee, dat verdient alle aandacht. Die historische bebouwing die heeft natuurlijk zijn gebreken naar moderne maatstaven. Zeker waar het energietransport en zo betreft. Ze goed isoleren van die huizen, maar ook kwetsbare onderdelen zoals rieten daken en het met kalk gevoegde metselwerk, dat verdient alle aandacht. We hebben daar een belangrijk historisch gegeven, maar of je daar nou direct nieuwe bevolkingsgroepen mee aantrekt, is voor mij de vraag. Dit is een uitstekend voorbeeld van een dom project. Dit huis is opgekocht. Dit staat in onze dwarsverkenning. Als zijn, dit is een rotte kies. Je kunt wel zien dat dit nodig is om onderhoud te. Dit is opgekocht door meesten uit Amsterdam en die willen dat opknappen. Nou, dan kunnen we met het dom verkiezen om dan gewoon de subsidie te gaan voor een aantal aanzichtsprojecten. Nou, dat volsteert je net. Hier mag volle meer om gebeuren dan met die 40% subsidie kunnen doen. Dus dit komt in ommerking van een lening. Kist in één keer zijn huis volledig opknappen aan de boetekant. En dan is dit rare ding maar kwijt, want het is een doorn in het eeuw. Want als de rest van het plaatje van het beschermd warmgezicht zorgt, is het schande dat deze erin staat. En daarmee versterk je gewoon het goede gevoel in Zandwarp. En dat het mooi was. En wat mooi is, daar was toen ik graag wenen natuurlijk. Het wordt dus getekend door een architect uit de buurt. En het wordt ook weer misschien opknapt door een ondernemersbedrijf hier uit de buurt. Dus wij zijn van ons rotte kiezer. De meeste kunnen van een heel iets rentetarief lenen. De plaatselijke ondernemer had werk. Nou ja, wat was nou nog meer? Het is een enorme verbetering op dat punt. Ik de dom in Metselwier beziek het huiseigenaar Safier te krijgen dat ze het achterstallig onderhoud oppakken. Maar jeelt van het dom. Is er iets thuis? Ja, kom maar verder. Oké. Maar soms lijkt het erop dat hulp wel eens te let wezen koe. Nou, goeiemorgen. Zo is even aan, de brief is al klaar. Ik heb nog net hier veld. Nee, dat moest ik net. Nee, dat is ik zag. Nee.
Wij wonen dus het hoesje opknappen, daar en door in de skwarren. En dubbele belazing boven. En de douche opknappen, de keuken. En dat is dus de bedoeling. Naar het deelte van het dak op een skwarren. Dat het beter, van alles beter ligt. Binnen in de hoes, dat is van je eigen rekening. Ja. Dat er een keuken is, of er binnen oorzaken. Ja. In de hoes, achter de gevel, dat is alles van rekening van de bewinner. En boetenom mag je hem zelf ook investeren. Alleen dan heb je het voordeel dat er een subsidie op is. Ja. Maar zo'n de kwaliteit van het hoes, zo steeds van, nou, daar kan wel wat om gebeuren. Je houdt het zelf ook omdat je hem graag wil. Ja. En in dat kader kunnen wij aan soms ook de situatie invullen en die onvraagbaar plaatsen. Ja. Gaan we dan wat mee dienen? Ik heb er dan niks mee dienen. Dan niks mee dienen, oké. Je haalt een offerte onvreden, ja. Trost warmskeer. Het moet een erkend bouwbedrijf zijn. Ja. Korte omschrijving van de activiteit met Jeffrey. Nou, dat is een door in de schoren. Ja. Naar boeten. En dat is het kozijn aan de boetenkant boven. Schuurdeur, kozijnen. Boven. Ja. En dat is het dak. Dakherstel. En het is het kozijn in de achterkamer. Daar ga ik al naar zoeken, ben ik al tekenen? Nee, daar ben ik nog in tekenen. Oké, okay. Prima. We zijn nog in het beginstadium. Yes. We moeten wel eerst weten dat het subsidie en spul er terug komt. Hè? Ja. Dan maakt er een handtekening onder, dat kan bij de offerte. Ja. Ja, broerspa, noemer herkenner. Hè? Wij zijn nu bij het Vlaaks Museum, dus als je wil, mag je nou wel eventjes komen. Wij gaan er vast in, ik had de sleutel wel bij me. Dus wij vertellen al even iets over het Vlaaks Museum. Ja? Dus tot zo. Mooi. Oké. Doe maar rustig, man. We gaan in de zomer best wel volle toeristen in hier, die hier Del komen. En er is eigenlijk maar één Vlaaks Museum, of Vlaaks Museum, dat wij het nemen in Nederland. En dat zit je dan in hier. Nou ja. Dat is best wel nieuwsgierig van de mensen om er even in te zien hoe vroeger Vlaaks mocht verwerken en hoe het stand ging en wat voor functie het hier. Nou, tegenwoordig mag je dan eerst het noemen bij je van ja, Broersma, dat is onze dwarfsgids. Yeah. En de grote Vlaaks-scanner, maar dat is een beetje een te grote drempel. Yeah. Van, als ik jezelf was sustain, ik zou de beste man net bij je om hier even naar binnen te gaan en te zien. Dus wat wij doen willen, als dom zijn, we willen die gevel hier, meisje, er moet een onder de binnenkant een glas een pui komen. En dat mensen via een WhatsApp of wat oors naar binnen te kennen, maar dat ze worden geregistreerd binnen. En dan kiezen ze even een slag door het Vlaaks Museum. Dat is dan jouw totale beleving van het dorp hier. En dit jaar er gewoon wel bij. Kom maar verder, zoek ze je. Dit is dus Vlaaks Museum. Ik ga de lichten even omhoog. Om je meesten te ontvangen, dat kennen we gewoon nog net. Dit is net hufterproof. En dus we willen eigenlijk een soort een virtuele een wandeling door het Vlaaks Museum. Meisje. Dus de machine, de lichtere machine, achter glas te zetten. En dat je al eigenlijk een jaargetijdend verhaal krijgt van nou, in Mighty dienen we dit, in de zomer van het oost. Ja, daar komt Broersma die dus normaal hier... Goedemorgen. Goedemorgen Broersma. Dit is de museumbeheerder. Ja, dit is de man die dus, hij had het pakker voor ogen wat ze dus in die tijd misschien had wel een beetje ogen heen. Maar de klompjes en een rare boesdoek. Ja. En Broersma is, nou... En ik hele mijn stenen knoop. Sterren knopen. Sterren knopen. Ja. Oké. Die zucht nooit meer. En wat maken ze van? Het linnen uiteindelijk. Maar dan geert naar de textielfabriek natuurlijk. Ja, ja. Hè? Maar uiteindelijk hier, daar komt siert, hè? Wat in de knop ziet. Ja, de boer heeft twee producten. Hij heeft siert. En die houdt het. Het Vlaaks verder houden dat oor. Ja. En dat heeft het wel producten. Dat is wel bijzonder, want eigenlijk de week geen uitkering in die tijd natuurlijk. Nee. En dan wie dit? Ja, je ging toen in Oordongerdeel vier braakhokken.
En de gemeente hier een commissionair en die kon vlaks over de boeren. En dan liet de gemeente dat in die braakhokken braken, trouw die mensen die, nou ja, die geen werk in. Dat is een soort werkverschaffing dus. Hoe ontvangen de toeristen dit? Wat vinden ze van dit verhaal? Komen hier een woonmeesken of? Die zeiden dit maar net verlengen. Verlengen. Het mag niet verloren gaan. Vanwege het feit dat het is eigenlijk uniek in Nederland. Ja. Er ben nou wel een museum dat ik wat vlaag zien is, maar net dat ze het bewerken. Ja, maar daarom willen we het echt behouden. En daarom moet het nou ook wat gebeuren. Want oors, de jaar broersma's die kennen wel 20 in mei, maar het houdt een keer op. Dus ja, maar ze ben elk 90 en dan houden de plaats al op. Ja, dat ken ik nu wel tot 4 miljoen. Maar we moeten nou wel een verschenning treffen dat dit net verlengd wordt. En dat we dit kunnen bewaren voor hier. Want het is wel een extra een trekker van toeristen. In 2010 besloten de gereformeerden en de hervormde kerken in Metselen en Nieuwier die besloten om te fuseren. En in dat ruimte namen ze de beslissing om twee kerkengebouwen af te sturen. Eén daarvan wie dit is. Die wie uitdaging voor de meerschip, want de voorwaarden waren dat er wat voor meerschip waren moest in de kerken die sterven waren. Dus dat die uitdaging was opgepakt door een zijstal meester in Metselen en Nieuwier. Die raken de stichting Dwarfkerken Metselen weer in het leven. Maar geld van de Dom is die stichting is doende om deze kerken heel al te renoveren. De kerkelijke huwelijken die binnen in deze kerken mogelijk straks. En dan kan je toneel en dan kan je lids cabaret en lezingen houden we. En deze kerken kan ook een functie hebben voor het evenement. Doet God verdwoen het jaar wordt, verdwoen de slachter en de bakker, en de dwarpsgekek de stakker. En bij een besluit de boer, der bloed neet van Friesland oer, nou thuis loon roen om verbielgen. Sjonger, toneelskreuwer en schilder Gerrit Breedler vuugt het op zijn manier in de krimp. Krijgt dus in het kerken van Metselen weer wil hij, aan de eind van de vrouw, in Moddergat, een lied theater te beginnen. Als culturele dame tegen de krimp. Er is hier accommodatie genoeg. Er ben eigenlijk in principe overal wel liedje theaterkens van te maken. Of onpaste voorstellingen of lezingen. Want in Amsterdam, daar mist gewoon iedere dag wat. Daar komt een leven te kwad. En hier haast leven oer. Dus ik denk van misschien is het wel handig dat we dat je besiekje. Dus dat je de meesten uit de Ronenstedt of van Vierens ook hier hinnenloeken kennen met een interessant cultureel barren. Maar dat is dan wel iets wat ik voor die leuven die stad interessant wijzen had. Dus. Ja, Jaap van der Waal die had al zijn van het is erg leuk, want waarschijnlijk kunnen we die comedy trainen. Want ik ga verschillende oren mensen al heeft. Geert Maak onder oren en Geert Maak had ik echt wel sympathie voor dit idee. Wie kan wel grusk wijzen op wat wij hier hebben? Ik bedoel, we hebben een prachtig loon. En vooral dit stukje donkere deel vind ik nog steeds, het is tamelijk ongerept. En ja, de wietzie hier achter de dik is overweldigend. Ik heb wel meemaken dat mensen gewoon er een beetje onwennig van waren. Dat zie je aan de orenkant van de dik zien, van zijn romte. Maar die romte docht iets maaien. En dat is iets, dat is wat wij bieren kennen. En mensen vinden het prachtig om die dik te keuren. Maar, ergens eten en wat drinken. Maar aan de orenkant, die behoefte om iets mee te maaien, is dat trof waarschijnlijk nog weer groter. Wat die Dom nou docht, hè? Die Dom. Is dat nou het antwoord op die krimp? Het zo'n antwoord kennen wij. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we dit soort mooie kern en beschermde dwarfgezichten zo authentiek mogelijk houden en zo mooi mogelijk houden. Zodat ik iedereen het ontrekkelijk vindt om hier te komen en je te blijven wenen.
En als dit liest gaan, dan helst wel het bijzondere uit zo'n dorp bij. Dus als het de ultieme oplossing is voor de krimp, ja, dat wist net. En ik denk dat we direct dat nooit echt een duidelijk antwoord op krijgen, Schillen. Maar het is wel een mooi initiatief. En het versterkt het dorp wel. En als het dorp versterkt, mij het Vlaaksmuseum, dus een stukje leefbaarheid en een stukje toerisme erin brengt, of dat versterkt. Ja, alles komt het dorp ten goede. En als het maar liest geen, ja, dan komt het zeker niet goed. Maar als het de ultieme oplossing is, nou, dat weet je net. Het is wel een geweldig mooi initiatief. Ik denk dat dit gebied in Nederland uitzonderlijke kwaliteiten heeft. In het landschap, kijk om u heen, hè? De Ropsterwei die hier over een oude zandrug uit de gletsjertijd naar ons toe loopt. De waterpartijen, het wild, de reeën die lopen hier iedere ochtend rond. De ganzen strijken hier neer. We hebben het wat hier om de hoek. Iedereen die van varen houdt, die wil hierheen. Goedkope lichtplaatsen. Alle ruimte. Maar als ik kijk naar de mensen die hier komen wonen van elders, dan zijn het binnen altijd mensen die zelfstandigheid hebben, die een gezin meebrengen en die ruimte zoeken. Precies wat ik zocht toen ik hier bijna 45 jaar geleden heen trok. Ik kom uit Limburg. Maar wat zo'n huisje te bieden heeft in deze omgeving, met zo'n uitzicht, dat is nergens te koop. En zeker niet voor die lage bedragen die je hier betaalt. En de uitbreidingsplannen die hier gemaakt zijn, die hebben al wel het Phoenix-niveau. Die stedenbouwkundigen die denken, als dat in Gouda goed gaat, dan gaat het in Dokkum ook wel goed. Dus we maken kaveltjes van 300 vierkante meter en daar kan iedereen zijn huisje op zetten. Ja. Maar dat zijn niet de huizen die van dit landschap genieten. Dan zie je daar een rijtje van die Phoenix-woningen staan. En daarnaast een kaveltje restgroen, wat de boer dan niet kon verkopen, maar wat betrekkelijk waardeloos is. En dan denk ik, geef die mensen allemaal een strook van dat restgroen. Ja. He, dan kunnen ze een schuur opbouwen, dan kunnen ze een paard houden, kunnen ze een paar schaapjes laten lopen. Je kunt er een paar bomen planten, maar je gaat een relatie aan met het landschap. Mm. In plaats van dat je 10 meter achter je huis een hek neer moet zetten en een haag om de wind te keren. En dat geldt voor bijna alle dorpen. Als je E binnenkomt, dan zie je dat ook. Een rijtje van die allemaal uniforme nieuwbouwhuisjes. Die natuurlijk wel betaalbaar zijn. Maar wat kost het om zo'n kavel te verdubbelen? Bijna niks. Dus het begrip ruimte wordt hier onvoldoende geëxploiteerd door de beleidsmakers? Absoluut, ja. En dat ligt in de traditie. Die traditie is dat een boer zijn land niet verkoopt. Ja. Daar moeten aardappels geteeld worden. Ja. En als er al woningen gecreëerd moeten worden, dan is dat voor de arbeiders en dan doen we op de grens van dat akkerland, daar waar het niet al te vruchtbaar is, ja. En liefst dicht tegen het dorp aan, daar zetten we dat huisje neer. Op postzegels? Ja, dat zijn postzegeltjes. Ja. Maar dat is geen conditie voor de moderne gelukzoeker die naar Friesland wil. Maar dan moet je kavels creëren. Hè? Ja. Ruimtelijke ordening. Ook leegkomende boerderijen herbestemmen, mogelijk maken om daar twee huizen of drie huizen in te maken. Ja. Rem dat niet af. Nee. Er is altijd angst bij de boeren dat hun bedrijf dan weer belemmerd wordt door bewoning in de omgeving. Want daar mogen ze geen herrie maken of stank produceren. Maar dat zit elkaar helemaal niet in de weg. Ik geniet van dat boerenbedrijf wat ik hier tegenover me heb. Die boer die hier 's nachts om 11 uur met zijn trekker langskomt, dat is geen geluidshinder voor mij. Dat is een teken dat het hier een bloeiend agrarisch bedrijf is. Ja. Dat wil ik zien.
Nou, dit is Thomas Eijk. Sinds een paar jaar onze buurman. Ja. Hij is dus ook in een grote historische boerderij getrokken. Vanuit een Amsterdamse appartement, geloof ik. Ja. Het internet dat maakt het mogelijk om van hieruit zijn professie met groot succes te vervullen. Nou, je ziet het wat hier staat. Hij is impresario. Geeft opdrachten aan kunstenaars. Nou, dat kan hij beter zelf vertellen. Maar in ieder geval, dit huis, dat biedt de ruimte. De infrastructuur om hier een goed leven te leiden. En de kosten verdienen. Ja, dat klopt. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik ga 4-5 keer per jaar ga ik naar Beuzen. Dus dan ga ik huur ik een busje. En dan rijden we naar Parijs of naar Milaan. En daar maak je contacten met je klanten. En vervolgens ga je dus via e-mail ga je het afhandelen. En krijg je de nieuwe orders binnen. En dan ga je de orderbevestigingen sturen. En dat kun je in Amsterdam doen. Dat kan ik in Friesland doen. Dat kan ik ook in Zuid-Limburg doen. Waarom Friesland? Van Amsterdam naar Friesland? Nou, dat heeft te maken dat Friesland toch echt wel de mooiste provincies van Nederland. Ik ben zelf geboren in Zuid-Limburg. Zegt iedereen, oh leuk. En er gaan heel veel Friezen ook naar Zuid-Limburg op vakantie, is mij opgevallen. En daar heb je heuvels. En ik heb toch de hele tijd het gevoel van, ik moet die achter de heuvels liggen andere dingen. En dat vind ik het mooie van het Friese landschap. Als je 's ochtends opstaat en loopt met de hond en zie je reetjes lopen en vechten. Die zie je ook en die huppelen dan. Nou, dat zijn gewoon hele kostbare dingen eigenlijk. Ruimte, ja. Ruimte, ja. Ruimte zowel buiten, maar ook binnen. Ja. Zo'n oude boerderij is natuurlijk gigantisch. Tenminste, ten opzichte van een woning, zeker als je die vergelijkt met het appartement in Amsterdam. Dat was 150 vierkante meter. Ik weet niet eens hoeveel vierkante meter dit is, maar dat zijn er honderden. Kijk, die heb ik ook wel nodig, want ik hou een kleine voorraad, maar die moet ik wel ergens kwijt. In Amsterdam is dat al mogelijk, dan moet je al ruimte gaan huren. Dat gaat hier allemaal, of in de stal, of bovenop zolder. Dus je hebt echt heel veel gratis ruimte eigenlijk tot je beschikking. De schoonheid van het landschap. Ja. Je ziet in deze studio, voormalige stal, natuurlijk prachtig hoe een heel eigen tijdse cultuur, de handel van Thomas Eijk, fantastische kunstwerken van jonge Nederlandse kunstenaars, hoe dat samengaat met de historie. Dat ronde raam, daar zit er nog in, dat heeft me altijd al gefascineerd in deze schuur. Dat zijn toch die ambachtelijke kunstwerkjes. En ik vind het fantastisch hoe die nieuwe input eigenlijk de bestaansvoorwaarde is voor het historische gebouw. En dat is wat heel Friesland nodig heeft, dat we die historie weer tot leven brengen en continueren.